En dan nu? Hallo kijkers, de Vierdaagse zet Nijmegen op zijn kop, letterlijk en figuurlijk. Dat bracht me op een idee en het leverde prachtige plaatjes op. Hier een korte impressie van de diverse soorten wandelaars en lopers van de afgelopen dagen. Dit is de kruising Oranjesingel Prins Bernhardstraat. De verkeersagent die u zo meteen links in beeld kunt ontdekken, op een zwart-wit geblokt sokkeltje, zet met een fluitsignaal de wandelaars even stil om vervolgens het verkeer op de Oranjesingel weer door te laten gaan. Een ander soort lopers is de slenteraar in de stad, de bezoeker van de zomerfeesten zogezegd. U herkent al aan het soort schoenen de niet-wandelaar. Bij het podium van de Matrix in het Hunerpark zie je ook aan de schoenen dat het een ander publiek betreft, gympies en slippers. En dan heb je uiteraard ook nog de dansers hier op het kleine dansvloertje onderaan de voerweg. Bedankt voor het kijken en tot ziens in september. Als je mij 20 jaar geleden had verteld dat dit de muziek van 2014 zou zijn, had ik je toch met een hele verbaasde blik aangekeken.